Ik zit hier met Dirk Verhofstadt, politiek filosoof, schrijver van een flink aantal boeken over liberalisme, atheïsme, feminisme en nu een boek over salafisme en democratie. Dirk, kun je even uitleggen wat salafisme is? Ja, salafisten zijn dus eigenlijk soennitische moslims die willen terugkeren naar wat zij noemen de zuivere islam. En daarmee bedoelen ze eigenlijk naar de leer en de manier van leven zoals in de tijd van de profeet Mohammed en de daaropvolgende drie generaties, wat zij noemen de voorouders, namelijk de Salafia. Ja. En vandaar dus die benaming Salafisten. En de Salafisten die zijn de voorbije jaren, eigenlijk al de voorbije decennia, opnieuw aan het opkomen. Zijn dus heel actief beginnen worden. Zij worden trouwens gesteund en gesponsord, vooral door Saudi-Arabië, maar ook door een aantal andere golfstaten. En het is dus eigenlijk een beweging binnen de islam die enorm aan het opkomen is. En want waarom heb jij nu een boek over salafisme en democratie geschreven? Ik neem aan dat het ook dat die aanslagen in België daarmee te maken hebben. Dat heeft er deels mee te maken, maar eigenlijk heb ik het toch het boek vooral geschreven om na te gaan of het salafisme eigenlijk compatibel is, kan overeenkomen met een democratie. Ja. Ik ben ook een beetje vertrokken van het begrip, gelanceerd trouwens door Bastiaan Rijpke, maar van weerbare democratie. Ja. Moet een democratie zich niet verweren tegen bewegingen, partijen, organisaties die eigenlijk tot doel hebben om de democratie te vernietigen? En dat is eigenlijk het studieobject van mijn boek, namelijk de radicale islam, waarvan het salafisme een voorbeeld is, strookt dat eigenlijk wel met een democratie? En mijn antwoord daarop is eigenlijk nee. Okay, en als dat salafisme niet strookt met een democratie, hoe zouden wij als liberale samenleving dan moeten ageren tegen het salafisme, volgens jou? Ik denk dat een weerbare democratie de plicht heeft, dus niet alleen gewoon de taak, maar echt een plicht heeft, ja, om zichzelf te verdedigen tegen antidemocratische bewegingen, en namelijk bewegingen die tot doel hebben en acties voeren en desnoods geweld durven gebruiken om die democratie teniet te doen. En ik denk dat er binnen het salafisme voldoende aanduidingen zijn die daarop wijzen. En daarom zou je dus de conclusie kunnen, en is ook mijn conclusie, dat je eigenlijk heel wat salafistische organisaties kunt verbieden. Okay. Maar je kan die organisaties verbieden, maar die ideeëngoed, hoe zou je dat ideeëngoed kunnen bestrijden dan? Ja, nu, natuurlijk, ik begrijp zeer goed dat ik kan me niet tegen iemand die salafistisch denkt. Wat iemand denkt, dat kun je niet verbieden, dat is logisch. Maar waar je wel kan tegen verweren als democratie, is tegen organisaties, diegenen die zich verenigen, om dan gezamenlijk en via bepaalde acties die democratie te ondermijnen. Misschien moet ik toch even aanduiden wat ik daarmee bedoel, op welke manier willen zij die democratie ondermijnen. Namelijk om verschillende redenen. Ten eerste omwille van het feit dat zij vinden dat de goddelijke wet, dus de wet van Allah, boven de burgerlijke wet staat. Dus voor hen, heel concreet, is de Koran belangrijker dan de grondwet. Er zijn andere redenen. Zij keren zich gewoon tegen de democratie op zich, omdat zij vinden dat er niet verschillende politieke partijen moeten bestaan met verschillende programma's, maar dat er gewoon eigenlijk maar één partij moet zijn, namelijk een partij die dus kiest voor de leer van die verkondigd wordt in de Koran en de principes die in de Koran staan. En dan een derde heel belangrijk principe is dat zij groot voorstander zijn om de sharia in te voeren. Om dus, met andere woorden, de wetgeving zoals wij die kennen te vervangen door de sharia. Nu, zijn misschien mensen die gaan denken, ja, maar zo'n vaart loopt dat toch niet bij ons. Maar eigenlijk gebeurt het op dit ogenblik al. Ik geef twee voorbeelden. Namelijk in Engeland bestaan er heel wat sharia-rechtbanken, mm-hmm, waarbij uitspraak wordt gedaan over het familierecht, maar waar dus de vrouw meestal de dupe van, ja, is. En een ander voorbeeld is in Duitsland, naar aanleiding van een boek van een Duitse agente,
die beschrijft dat er zich stilaan een parallel rechtssysteem aan het ontwikkelen is. Namelijk als zij bepaalde daders vatten, als ze bij misdrijven bepaalde mensen kunnen oppakken, dan gaan die zich trachten te onttrekken aan dus de gewone burgerlijke wetgeving zoals we die kennen en trachten die zaken binnen eigen kring op te lossen volgens de principes van de sharia. Dus dat zijn zaken die we natuurlijk niet kunnen aanvaarden, maar die in de praktijk wel bestaan en die we naar mijn oordeel absoluut moeten bestrijden. Ja, en hoe zit het dan met uitspraken van binnen die salafistische kringen niet alleen tegen homoseksualiteit zijn, maar die ook vinden dat de doodstraf wordt ingevoerd voor homoseksuelen? Wat doen we met zulke uitspraken als samenleving? Dat is toch oproepen tot geweld en dat is toch strafbaar dan? Ja, maar nogmaals, wat zij daarover denken, zij mogen natuurlijk denken dat homoseksualiteit een zonde is, ja. en niet aanvaardbaar is, maar ze mogen natuurlijk geen acties ondernemen die gericht zouden zijn en ook niet oproepen tot haat of tot geweld om dus dergelijke zaken te doen. Nochtans gebeurt dat. Er is een boek dat vrij verkrijgbaar is, De Weg van de Moslim, waarin letterlijk staat dus dat homoseksuelen van een hoge bouw moeten geworpen worden als ze dan nog leven mogen gestenigd worden. Maar u gaat zeggen, ja, dat wordt in de praktijk niet toegepast of net dergelijke meer, maar als je bepaalde beelden ziet die door IS, Islamitische Staat, verspreid wordt, dan zie je dat ze dat in de praktijk daar wel toepassen. Maar dus, is het ook niet een probleem met de Koran zelf? Want als je de Koran zelf leest, dan staat er ook oproepen in tot dood, afvallige, stenige, overspelige vrouwen, noem maar op. Is het dan niet, ja, als liberaal wezen zoveel mogelijk toestaan, maar dat is een oproep tot onverdraagzaamheid en oproep tot geweld. Maar wat ik toch een onderscheid wil maken, is tussen, laten we maar zeggen, de radicale islam, waarvan de salafisten dus een belangrijke groep vormen, en moslims die hun geloof niet op die manier interpreteren of niet zo letterlijk interpreteren. Dat vind ik een heel belangrijk onderscheid. Okay. En ik denk dat het absoluut nodig is, en dat is ook een van de redenen waarom ik vind dat salafistische organisaties zouden moeten verboden worden, dat is omdat we juist die gematigde islam moeten helpen. We moeten vermijden dat het salafisme stilaan de overhand zou beginnen krijgen op die gematigde islam, want dan zijn we dus nog in veel grotere problemen dan dat we dus vandaag de dag kennen. Want we hebben dit nog niet aangeraakt, maar toch even zeggen dat in de uiterste consequentie van wat salafisten denken, is een daad stellen, een gewelddaad stellen, tegen bijvoorbeeld de westerse democratie. En daar hebben we natuurlijk al heel wat voorbeelden van gekend met de terreuraanslagen. En zeker in de zomer van 2016 de verschillende aanslagen die gepleegd zijn. Ja, en tot slot, wat is de doelgroep van dit boek specifiek? Richt je tot de gematigde moslims? Of wat is je doelgroep van het boek? Wat wil je? Nou, de doelgroep is natuurlijk zeer breed. Ik probeer iedereen tot nadenken te stemmen. Dat doe ik met elk van mijn boeken. Maar ik steek niet weg dat dit boek vooral ook een steun moet zijn voor mensen die, wat ik gematigde moslims noem, ik noem ze zelfs eerder nog verlichte moslims, maar ook gematigde imams, die inderdaad boodschappen naar voren brengen die heel vredelievend zijn, die heel goed zijn voor de samenleving. Maar, nogmaals, daar tegenover staat dat salafisme dat net het tegenovergestelde probeert te bereiken. Hè. Dus mensen zegt van, je moet u onttrekken, je mag niet deelnemen aan de westerse samenleving, je moet u daarvan afkeren. En dat is volgens mij een tendens, een gevaarlijke tendens, die we absoluut moeten tegengaan. Allerlaatst, ben je positief of negatief gestemd over de ontwikkelingen? Denk je dat we nog meer terreuraanslagen krijgen, nog meer problemen, of denk je dat het tij nu gaat keren? Ja, ik kan natuurlijk niet in de glazen bol kijken, maar het enige dat ik daarover kan zeggen is dat het absoluut nodig is dat we beginnen aan te duiden waar het probleem zit. En het probleem zit in de radicale islam waarvan het salafisme een belangrijk onderdeel is. En daar wil ik ook nog aan toevoegen, wat ook een groot probleem is, dat is de financiering van dergelijke groepen. En die financiering die gebeurt in hoofdzaak vanuit Saoedi-Arabië en de andere golfstaten en dat moet dringend stoppen. We moeten onze relatie met dat land totaal herzien.
Het kan niet langer dat dat land, als een, Saudi-Arabië in dit geval, als een normaal land wordt beschouwd. Dat is een dictatuur, daar worden de mensenrechten geschonden, de vrouwenrechten, vreselijke toestanden. En die financieren dan nogmaals een leer die eigenlijk zegt, keer u af van de democratie. En dat ondersteunen zij. Dus we moeten ook die financiële steun aan dergelijke radicale organisaties, zoals het salafisme, stoppen. Oké, hartelijk dank.